dus verkocht. De meneer heeft al betaald. Ik heb de sleutels en de boekjes. Oh, dat was veel geld in die tijd en veel geld voor mij. Ja, hij rijdt goed, hij schakelt goed. Hij klinkt ontzettend goed. Lichte meters, jongen. Ja, dat zijn ze. Zullen we een paar keer terugflipperen? Oh. Misschien zien jullie nog geen eens 100 euro waard. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Welkom terug op het kanaal van Emre Drives. Mijn naam is Emre voor de nieuwe kijkers en ik zit in mijn Porsche 911 met een 997.2 met PDK. En waarschijnlijk wordt dit weer een video waarbij ik afscheid moet gaan nemen van mijn auto. En dat is dan in dit geval deze. De kans is groot dat dit de laatste rit is. Nou, ik weet wel bijna zeker, want ja, de auto is verkocht. Meneer heeft al betaald en de auto is al overgeschreven. Ik breng hem nu alleen naartoe. Hij komt met de trein komt naar Amsterdam Centraal Station. En daar ga ik de auto afgeven. Ik ga nu even de reservesleutel pakken. Leg de boekjes even terug in de auto. En ik maak de auto even leeg. En vervolgens ga ik jullie ook nog wat meer vertellen over deze auto. En nou ja, goed, alles eromheen. Waarom ik hem verkoop en waarom die is verkocht. En waarom ik hem überhaupt ooit had gekocht en wat ik ervan vond en dat soort dingen, gaan we even een korte video van 10 minuten of kwartiertje ongeveer zo, ga ik voor jullie het een en ander vertellen. Ik ben zo bij jullie terug. Ja jongens, ik heb de sleutels en de boekjes, twee keys, deze ga ik straks dus afgeven. Kiwa alarmcertificaat, die had Porsche ingebouwd en de boekjes met onderhoudshistorie en dat soort dingen. Hier of zo. Oh, ik heb hier nog een horloge. Ik ga binnenkort een video maken over horloges voor jullie. Deze horloge, Guest Collection of zo. 15 jaar oud voor mij. Ik ben nu 30. Ik had hem gekocht toen ik 14 of 15 was. Ik kan me niet zo heel goed herinneren. Misschien was ik 16. Voor 800-900 euro. Dat was veel geld in die tijd en veel geld voor mij. Daarom is een emotionele, heeft een emotionele waarde voor mij. Misschien zien jullie nog geen eens 100 euro waard. Of een week veel, ik weet het niet eens. Maar daar gaat het niet om. Het gaat meer om. Meer omdat ik toen keihard heb gewerkt voor deze horloge. Het feit dat ik hem nog heb na 15 jaar. En dat er absoluut geen, maar dan ook helemaal geen kras op zit. Vanwege die keramische band, zeg maar. Ja jongens, de laatste rit in de Porsche 911 997.2. Waarom heb ik hem gekocht? Waarom verkoop ik hem? Was ik er blij mee? Was het een miskoop? Sommige mensen die reageren onder de video van ja, het is absoluut een miskoop en dit soort, dat soort dingen van ja, ik heb nooit begrepen waarom je de Porsche hebt gekocht. Nee, dat is niet zo. Maar dat ga ik allemaal uitleggen. Ik ga ook uitleggen wie hem heeft gekocht. Niet dat het voor de rest belangrijk is, maar het geeft ook wel een beetje aan, dat bevestigt eigenlijk ook een beetje waarom ik de auto verkoop. Ja. Nog voordat ik begin aan mijn verhaal, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, abonneer je dan even, dat zou ik erg waarderen. En like deze video als je het leuk vindt en reageer vooral onder deze video, want ik lees allemaal wat jij ervan vindt en wat jij denkt, hoe ik het doe, dat soort dingen. En als je nog tips hebt, moet je het gewoon hieronder deze video schrijven, dan lees ik dat gewoon. Ik heb ook een bril die ik lang geleden had gekocht, deze van Ray-Ban. Kijk hoe die is uitgevoerd. Ik weet of jullie kunnen zien. Maar dit is carbon, een carbon bril. Alleen ik vind deze echt heel donker eruit zien, dus ik weet niet. Oké, de Porsche 911, ik heb hem gekocht. Hij staat nu op 116.841, laten we zeggen 117.000 kilometers. En ik had hem gekocht op 114.000 nog wat. Dus ik heb er ongeveer 2.500 kilometers mee gereden. In twee maanden tijd. Wanneer had ik hem gekocht? Het is vandaag 14 mei. Ik had hem gekocht eind februari. Bijna 2,5 maand. Ja. Dus 2.500 kilometers in 2,5 maand. Dus dat is ongeveer 1000 kilometers in een maand. Heb ik gereden in deze Porsche 911 997.2. Voor mijn gevoel veel te weinig. Ik heb er ook totaal niet van kunnen, nog niet van kunnen genieten, zeg maar. Als het ook financieel toelaat in de toekomst en mijn gezondheid laat toe natuurlijk en dat soort dingen. En het kan, dan wordt dit niet mijn laatste 911, hoop ik. Want ik ben enorm tevreden over een 911. Mijn ervaringen met de 911 in die 2,5 maand, met die 2.500 kilometers, is gewoon positief. Is gewoon goed. Echt een fijne auto. Waarom?
ja, hij rijdt goed, hij schakelt goed, hij klinkt ontzettend goed. En ik hoor steeds vaker van Porsche-eigenaren ook en Porsche-liefhebbers dat de 997.2 generaties, deze met de directe ingespoten motoren, echt mooi klinken. Ik zal straks kijken of ik iets aan jullie kan laten horen. Hij is mooi op temperatuur, olie nog op 60 graden. En dat klopt ook, voor dit geld heb je bijna een GT3 geluid in de cabine, wat heel erg fijn en prettig is. En de atmosferische motor natuurlijk ook geweldig. En dat hij geen elektrische stuurbekrachtiging heeft, ook geweldig. En dat hij een hydraulische stuurbekrachtiging heeft en dat soort dingen. PDK-bak is super. De koper zei nog, ik zocht eigenlijk een handbak. Maar ja, PDK is absoluut geen straf. Klopt ook, PDK is gewoon heel goed. Sterker nog, sneller dan de handbak. Dus al met al, ik ben er erg blij mee. Dus er komt ooit een 911. Als het allemaal goed gaat, financieel en zo, wil ik zeker wel nog een keer een 911. En dan weet ik ook wel weer van mezelf dat ik dan iets nieuwer wil. Minstens de 991. Ja, want dit interieur en zo, dat is ook een minpunt, zou je kunnen zeggen. Het ziet er gedateerd uit, omdat ja, deze auto's, de 997, is in 2003, 2004 op de markt gekomen. Hij is daarvoor al getekend, hij is in de jaren 2000 al getekend, begin jaren 2000. Dus het interieur is niet echt meer van deze tijd. Dus als ik ooit weer een 911 koop, ja, dan wil ik wel minstens de 991. Aan de andere kant, het rijdt wel goed hoor. De stuurwiel is wel super nieuw. Ik bedoel, dit zie je gewoon terug in moderne Porsches. Waarom verkoop ik hem dan? Of waarom heb ik hem gekocht? Laat ik daar eens mee beginnen. Ik heb een 911. Ik heb deze 911 gekocht omdat ik een 911 ooit wilde in mijn leven. Dat is ook gelukt. Gelukkig. Elke kilometer heb ik met plezier gereden, laat ik het zo zeggen. Ik had deze auto gekocht. Ik had deze auto gezien natuurlijk bij Porsche Centrum Amsterdam. De voorwaarden waren geweldig. Ik denk, weet je wat? Ik durf deze wel te kopen, want er zit gewoon een jaar garantie op. En ik heb onderhandeld voor 2 jaar garantie. Dus ik heb nog een jaar extra garantie erbij genomen, zeg maar. Al met al. De voorwaarden waren zo goed, dus ik denk, okay, ja, dit is wel een hele veilige stap om een Porsche 911 te kopen. Nou, alle opties waren goed, dus toen heb ik hem gekocht. Maar wel met de twijfels over de kleur. Ik wist toen ik hem kocht, zou ik hem gaan wrappen. Dat was mijn plan. Ik heb hier nog die waaier, kleurenwaaier van Innozatec. En hier heb ik heel lang een kleur uit, het heeft heel lang geduurd dat ik een kleur uit heb gezocht, zeg maar. In elk geval, we hebben een kleur uitgekozen. We waren bijna begonnen met wrappen. Totdat ik te horen kreeg van Porsche, van als je die auto wrapt, dat je garantie dan vervalt. Kijk, en op zich, als er nog een maandje garantie op zou zitten, of 2, dan zou ik het niet erg vinden. Maar 2 jaar garantie kon ik niet weggooien. Ik bedoel, daarom heb ik die auto gekocht. En als ik die auto ooit wil verkopen, heb ik die garantie ook weer nodig. Hierdoor zag ik af van het wrappen en begon ik steeds meer moeite te hebben met de kleur. Het is een hele mooie kleur, daar niet van. En het is een hele mooie auto. Maar het is totaal niet opvallend. Nou ben ik niet een persoon die heel graag heel veel wil opvallen, maar een klein beetje mag ook wel. Dit is gewoon een oude, grijze, saaie Porsche aan het worden in mijn ogen. Maar hij is nog steeds bloedmooi. Alleen, ja, ik weet het niet. Het is een beetje moeilijk. Ik kan wel zeggen, ja, maar je overdrijft gewoon een beetje. Zo heb ik besloten, ik ga de auto verkopen en ik denk, ik koop later wel weer een nieuwe. Kijk, tunneltje. Kunnen jullie even horen wat ik bedoel met dat de 997 goed klinkt? Ga ik hem missen? Jazeker, want toch een emotioneel moment in de zin van toch een emotionele auto voor mij, omdat het is mijn eerste Porsche en mijn eerste 911. En zoals ik heb gezegd, als het goed zit, als het mee zit, wil ik zeker in de toekomst nog een 911. Degene die hem koopt, dat is een meneer uit het noorden van het land, die heeft hier een kantoortje in Amsterdam. En hij zegt, ja, deze kleur is voor mij ideaal, want ik wil niet zoveel opvallen. Ja, dan past dit echt perfect bij hem. We zijn bij Centraal Station aangekomen in Amsterdam. Ja, daar is Vincent al. Komt er een vervanger voor de 911? Antwoord is nee. Ik ga gewoon 1 auto houden, dat is de RS6. Want de RS6 voldoet gewoon aan alles. Snelheid, comfort, power, eigenlijk alles. Dus ik pak even de camera, vraag of hij op beeld wil en dan hij rijdt me naar huis. Vincent, alles goed? Zeker. Ben je blij? Ja, zeker jongen. Wat vind je ervan? Ja, lekker man, hé. Ja? Goed jongen, bedankt dat je me even kom oppikken hier. Ja, geen probleem. Ik was helemaal gespannen jongen in de trein. Ja? Ja,
joh. Ik heb er zin in natuurlijk, hè? Is natuurlijk jouw dagje wel, hè? Natuurlijk wel. Weekend, zaterdagavond, zon schijnt. Porsche 911, white body. Lekker, man. Nee. Lekker, jongen. Ja. Ik heb lekker opgepoetst. Ja, ik heb hem even gewassen. En, Nee? Ja, voor me. Wil jij rijden? Tuurlijk. Ja, dan kan ik je onderweg nog een beetje een en ander uitleggen. Zeker, man. Eerder een... Zo, lekker lager. Ja, ik ben groot, dus een Porsche mag ook best... Heb je eerder een Porsche gereden? Nee, maar dit is de eerste keer. Is dit de eerste keer dat je een Porsche rijdt? Echt? Kijk, ja. Eerste meters, jongen. Ja, dat zijn ze. Ik vind het voor een sportwagen nogal comfortabel, maar hij is wel ruw. Hij is nu ruw en de motor hoor je en voel je echt en geeft je heel veel emotie. En de nieuwere 911 zijn toch wat verfijnder. Ja, de 991 en de 992, dat is bijna een limo coupé. Ja, ja, dat is bijna, ja, precies. Ja. Ja, vertel even, hoe was jouw zoektocht? Mijn mensen zijn wel benieuwd, lijkt mij. Nee, mijn zoektocht was eigenlijk vrij eenvoudig. Ik wou eigenlijk gewoon een 911 kopen met rond de 100 op de klok. Ja. Wel de punt 2, hè, dus dat is deze. Ja. En wel dan... de 997.2 gewoon. Ja, ja, ja. Er zijn er niet zo heel veel van, hè, op het internet. Nee. Niet echt heel veel. Nee. En dan het liefst nog de handpak. Oh ja. Maar, weet je, deze PDK is natuurlijk ook fantastisch. Ja. En je kan hem natuurlijk ook gewoon met de hand schakelen met de flippers. Want er zit natuurlijk een heel tof stuur op. Ja, ja. Eigenlijk het beste stuurtje wat je kan krijgen in dit type. Ja. Daardoor mis je de handbak niet echt. Nee. Dat is wel leuk. We kunnen straks even flipperen. Dat is geweldig. Nee, maar goed, die zoektocht. Ik denk dat ik misschien een maand of 4-5 gezocht heb. Zo, en toen deze maakte een goede indruk op je. Ja, zeker. Ja. Waarom? Waarom deze specifiek? Nou, zeker, ja, je had hem er wel netjes bij staan natuurlijk, maar de specificaties zijn ook goed. Ja. Nou, de garantie natuurlijk. Hè. Ja, dat is wel. Die vind ik ook wel tof. Is dat echt de drijfveer geweest? Of had je zoiets van, ja, als het zonder garantie was, had ik hem ook gekocht? Of? Zonder garantie had ik hem ook wel gekocht, maar dan had ik misschien net even wat minder kilometers gewild. Zullen we een paar keer terugflipperen? Dat is wel leuk, vooral. Hier kan het wel even. Motor achterin natuurlijk, geweldig. Geluid. Vanaf de 80, 90 gaat die spoiler omhoog. En dat vind ik altijd geinig op de snelweg. En mensen denken dat je het zelf doet, maar het gaat vanzelf. Ja, je kan hem wel handmatig. Je kan hem ook handmatig, ja. Het geeft gewoon een goed gevoel als je garantie hebt. En dan ook nog garantie bij Porsche. En zeker. Ja, en dit zijn toch sportwagens, dus je zou vast wel een keertje snel willen rijden. Ja, en dan belast je hem ook heel erg. En dan is het gewoon goed dat je gewoon garantie hebt. Sterker nog, ik hoop dat je vlak voor je dat je garantie afloopt je bak stuk gaat of zo. Krijg je gewoon een nieuwe versnellingsbak. dat gun je niemand natuurlijk, maar is dan wel. Weer Sportplus. Sportplus, dus hij wat actiever. En dan schakelt hij ook iets bruter. Dan voel je hem al janken. En dan, ja, ik vind het mooi, hè? Maar dat is je eerste dag, dus leer je auto maar eens even rustig kennen. Ik schat hier 50, Vincent, voor de kijkers, maar ik weet niet, beledig ik je dan? 50? Ja. Mijn leeftijd? Ja. 52, hè? Oh, zie je, toch goed bijna, ja. 52 is de eerste Porsche, moet ik kunnen zeggen. Ja. Ik zit niet in de midlife crisis, heb ik al lang gehad. Oké, ja, toch mooi. Okay. Zullen we de video dan afsluiten dan maar? Jongens, bedankt voor het kijken. Dit was weer een avontuur Porsche 911. Vincent mag het overnemen. Ik zie jullie weer bij een nieuwe video. Bedankt. Like deze video. Reageer op deze video. Abonneer op het kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Ik zie jullie weer bij een nieuwe video.